Maar als een man zo bij jou op schoot komt, dan kan er toch ook iets gebeuren bij een man? Hoe erg is dat? Het tv-programma B&B Vol Liefde heeft er met deelnemer Walte voor gezorgd dat de spirituele stroming Tantra weer op de kaart is gezet. De een zegt het is seks, de ander zegt het draait om bewustwording. Tijd dus voor een onderzoek. Wat is Tantra nou echt? Hallo. Hi. Carlijn. Dag Maria, ik verwacht je al. Kom binnen. Tantra's denken mensen vaak, ja, het is seks en het is naakt. Hoe zie jij dat? Het leven is toch ook geen seks en het leven is toch ook niet naakt. Maar seks is wel een onderdeel van het leven. Eigenlijk gaat het erom dat je heel erg in het moment bent en dat je heel erg in contact staat met je zintuigen. Dus daardoor kan je eigenlijk veel beter voelen. Dus eigenlijk een heel mooi principe. Je mag je schoenen even uitdoen. Oké, nou dan gaan we dat eerst eens even doen. Hou de energie van de straat buiten. Lekker zo'n buttshot. Entree? Nou, dat ziet er goed uit. En daaruit voort komt dan de tantra seks, dat is een onderdeel daarvan. En dat is eigenlijk dat de focus dus niet ligt op orgasme of op opwinding, maar echt erom gaat om ja, die connectie te maken, echt om de liefde en dat je echt heel erg kan voelen samen. Ik zeg nu van, nou ja, ik ben eigenlijk best wel gespannen, want ik heb geen idee wat we gaan doen. Nou, als je de spanning erg voelt, dan kun je die even los gaan gooien. Dan dus ik moet gewoon zo gaan staan? Ja, maar niet zo, maar gewoon echt alles. Alles, arm omhoog dan? Ja, wat even. Gewoon dat je even loskomt. Heel veel principes, die pak ik echt ook wel in mijn eigen therapie als seksologe mee. Omdat wij met z'n allen veel te veel in ons hoofd zitten. Waardoor we eigenlijk ook die seks veel minder beleven. We zijn veel meer bezig met een prestatie verrichten. En veel minder bezig met echt voelen. Het kan wel echt seks zijn, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Zoals in het echte leven ook echt seks kan zijn. En tantrische seks is wel heel erg leuke seks. Dus dat wel, maar dat doe je met de geliefde, zeker niet met de cliënt. Heb je het zelf wel eens gedaan? Nee, ik heb het nooit gedaan. Kan niet! Ja, ik word dan misschien wel een beetje nieuwsgierig. Maar ik weet niet, ik werk zo vanuit die wetenschap, dat ik het ook wel weer een beetje gekkig vind. Maar ja, ik denk als het een keer op mijn pad komt, dat ik er zeker niet voor zal schuwen. Wat gaan we nu doen? Blijven we staan? Nee, gaan we natuurlijk zitten? Blijven we niet staan. Ik wil jou uitnodigen om daar op het matras te gaan zitten tegenover mij. Hij is wel schoon, hè? Natuurlijk, elke keer een schoon matras. Okay. Dat lijkt me duidelijk. Dan zou ik zeggen, kom maar op schoot zitten. Als je je prettig voelt. Ja. Ik voel wel hele warme handen op mijn rug, dat is heel prettig. Maar ik inderdaad, het is niet elke dag dat ik bij een vreemde zo op schoot zit. Want het is echt wel ongemakkelijk. Als een man zo bij jou op schoot komt, dan kan er toch ook iets gebeuren bij een man? Hoe erg is dat? Ja. Bij een vrouw gebeurt er ook iets? Nou, het lijkt me toch best... Alleen is het bij een vrouw niet te zien? Is het lastig om een relatie te hebben met iemand als je dit werk doet? Ik denk van niet, maar dan moet het wel een tantrische man zijn. Ja, die het begrijpt. Er is nou net toevallig een tantrische man op B&B Vol Liefde. Ja, nou, is dat niet wat voor jou? Heb ik opgeschreven? Nee. Ik denk dat ik een beetje te oud ben voor hem. Ja, echt? Als ik de keuze heb tussen een man die 8 jaar jonger is of een man die 8 jaar ouder is... En die alle twee leuk zijn, ja. Ga je ook dan voor die weet jongen. Ik het heus wel wat ik kiezen moet. Ja. En zo denkt hij natuurlijk ook. Ja. Laten we het hier maar eventjes voor dit voor vandaag bij laten. Ja. En ik zie je volgende week graag een keertje terug. Wie daar weet, ga ik nog even over nadenken. Precies, daar ga ik nog over nadenken. Of in de toekomst. En we gaan een kopje koffie drinken. Top. Wat vind je daarvan? Dat vind ik goed. Mooi. Dankjewel, Maria. Leuk.